Hey, vandaag ga ik de onderste plank van mijn beautykast opruimen. En wat ligt hier? Dit zijn voornamelijk shampoos, conditioners, backup deodoranten en ja, nog wat random dingen zoals altijd. Dus ik denk dat deze niet zo heel moeilijk wordt, maar toch, ik ga hem even doen. Oh ja, en voetdingen, die liggen hier ook. Alright, eerst alles eruit halen. Dit keer wil ik het een beetje anders doen, want dit is alles wat ik eruit heb gehaald. Want het is in principe al op de grond, dus ik ga gelijk dingen erin zetten die ik wil houden. En dingen die ik wil doneren, die leg ik even opzij. Oké, laat ik beginnen met hetgene waarvan ik sowieso alles hou en dat zijn de deodoranten. Daar heb ik er namelijk veel van, maar ja, deodorant dat gaat altijd wel, ja, wordt altijd gebruikt. Dus die zet ik hier. En de sticks ernaast. Dan ga ik nu eventjes alle shampoos en conditioners eruit vissen. Eigenlijk alles met haar en de rest schuif ik even opzij. Oké, dit zijn shampoos en conditioners. En wat ik fijn vind is om ze in groepjes te bewaren. Dus dingen die ik zeker weten wil bewaren zijn bijvoorbeeld deze shampoo en conditioner. En dan zet ik ze bij elkaar. Deze zijn voor geverfd haar, die doe ik wel weg. Deze horen bij elkaar, shampoo en conditioner. Deze twee horen bij elkaar, zie, wegwezen. Weg. Deze twee. En dan hebben we, dit zijn eigenlijk allemaal losse producten. En wat zijn dit? Nou, Moroccan Oil. Dit is een masker. Ik zet even hier de maskers neer. Dit is 3 Minute Miracle. Ik hou van de 3 Minute Miracle producten van Aussie. Ze zijn echt geweldig. Dit is dan de enige Color Mate. Nou, ik heb niet echt geverfd haar meer of zo, dus die kan weg. Deze conditioner kan weg. Deze conditioner ook. Zie. Deze shampoo gebruik ik graag met dat Moroccan Oil masker. Dus die kan ik daarbij bewaren. Dan heb ik nog Head & Shoulders voor Sensitive Scalp. Die bewaar ik voor... Ja, deze shampoo is dan voor wanneer ik echt een gevoelige hoofdhuid heb. En verder heb ik nog een milde shampoo. Dus eigenlijk zijn dit mijn losse shampoos. Dit, ja, deze twee. Oh, ik zie dat deze 1 minuut masker dat die amandelolie heeft. Daar ben ik allergisch voor, dus die kan ook weg. En de crème voeding doe ik ook wel weg. En dan zal ik de twee maskers van boven even pakken. Die stonden bij de gezichtsmaskers. Die zet ik ook wel hier neer. Deze heeft ook allemaal een avocadoolie. Helaas moet die dus ook weg. Dus dan heb ik eigenlijk alleen twee setjes shampoo en conditioner. En even kijken. Dan doe ik het zo. Die naar voren. En dan die twee shampoos hierachter. Dus deze kan ik mooi combineren met deze maskers bijvoorbeeld. Oké, dan gaan we verder. Even kijken. Deze doe ik weg. Dan heb ik een hele hoop handcremes hier. Kremo gebruikt wel handcreme, maar ik heb echt veel te veel handcreme. Dus ik ga er gewoon een paar... even kijken, de grote ga ik bewaren voor thuis. En verder even lekker uitkiezen. Deze drie handcremes ga ik houden. En de rest heb ik allemaal weggedaan. Haarklemmetjes kunnen ergens anders heen. Crest White Chips die ik heb gevonden, die over datum is. Dat is een hele oude. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik kijk heel even hoe het zit met houdbaarheidsdatum hiervan en dan bewaar ik hem sowieso wel. Body Scrub van La Mer, die bewaar ik. En dan heb ik ook nog Wai Wang Body Scrub. Dan heb ik ook nog Peeling Shower Gel. En dat zijn ze. Ik doe denk ik die Peeling Shower Gel, die geef ik weg. Want ik hou wel van een lekker ruwe scrub. Dus dan deze twee bewaren. En ik doe deze ook wel weg voor rituals. Want ik heb ook nog een pot in de badkamer staan. Dan gebruik ik alleen die van La Mer nog. Die zet ik even hier. Dan zonnebrandcreme SPF 20 doe ik wel weg. Badolie moet naar de badkamer. Voetcreme. Repairing voetbalm. Cooling voetbalm. Voetscrub. Footcream. Stimulating foot and legs. Energizing footbath. Voetbadtabletten. En dat zijn alle voetdingen. En nou heb ik er heel veel laatst ook gebruikt in een video. Dus gelukkig heb ik ze wel eventjes bewaard. Maar ik ga er wel echt een paar weg doen. De footbath ga ik weggeven. Deze cream doe ik weg. Voetbadtabletten. Nou, doe ik ook wel weg. Stimulating foot and legs doe ik weg. Die repair cream vind ik heel erg fijn. Dus die bewaar ik. En dan heb ik de scrub. Uiteraard bewaar ik die. En van deze twee bewaar ik de cooling balm wel.
Dan doe ik deze weg. Even kijken. Mentholpoeder. Verkoelende talkpoeder. Die bewaar ik. Die gebruik ik nog wel eens. Ja, voor in de zomer en zo. Dan deze twee zelfgemaakte handzepen. Die heb ik toen destijds gevuld, maar heb ik nooit wat mee gedaan. Ik weet niet of die nog goed zijn. Die doe ik wel weg voor de zeker. Anticellulite gloves. En nog een keer van die gloves. Die doe ik wel weg. Glycerine kan bij de do-it-yourself dingen erboven. Dit is een gel voor na het waksen. Die wil ik ook wel bewaren. Dan hebben we Ultra Hydrating Shower Paste. Die gaat naar de badkamer. Ik heb daar douchegel staan. Geen idee waar deze dop van is. Die doe ik wel weg. Dit is een speciale scrub tegen ingegroeide haartjes. En ik heb al een iets bijna op, dus deze wil ik wel bewaren. Dan Brush Cleanser van MAC. Backup, want ik heb een klein flesje daar. Die bewaar ik ook. Dit heeft mijn opa gemaakt. En er stond hier voor de sier, maar ik zal hem wel ergens anders neerzetten. Desinfecteergel. Ik vind deze niet heel erg lekker, dus ik doe deze. Geef ik wel weg. Brush on sunblock. Moet eigenlijk bij de zonproducten één plank erboven. Badzout van mijn lievelingsslaapgeur. Die doe ik even in de badkamer. En deze OPI mini set voor je nagels. Die geef ik wel weg, want ik heb in principe al die dingen full size. Het is wel heel cute hoor, zo'n rijsetje. Maar nee, dat doe ik wel weg. Deze wil ik wel bewaren. Oké, nog even indelen dus. Body scrub hier. Dan zet ik deze erbij. En dan deze cooling gel eigenlijk ook. Ja. Zo. Dan MAC Brush Cleanser is eigenlijk een backup. Dus die kan een beetje. Ja, daar kunnen nog eventueel dingen voor. Mentholpoeder. Voetcreme. Voetscrub. Voet. Die helende balsem. En dan hebben we nog de drie handcremes. Wat rommelig om dit zo neer te leggen. Maar ja, wat moet ik er anders mee doen? Ja, bakjes of zo. Maar. Nou goed, voor nu. Leg ik deze wel hier zo neer. En that's it. Deze plank is opgeruimd. En er staat nu al een stuk minder in. Een stuk minder rommelig. Best wel veel eruit gehaald. Daar ben ik wel een beetje trots op. Dit is hoe de plank er nu uitziet. En dit is wat ik allemaal ga doneren. Jullie zijn natuurlijk benieuwd hoe de hele kast eruit ziet. Nou, daar gaat hij dan. Het begin boven. Dat is nog helemaal netjes en al. Dan de haarplank. Daar is wel wat bijgekomen, ook bij de huidverzorging. En dat zijn bijvoorbeeld vooral zonnebrandcremes voor het gezicht die ik nog wil testen. En wat andere haardingen die ik voor video's eventueel wil gebruiken. Dus is iets meer, maar kan ook weer snel uitgezocht worden. Dan de body butters. Hier zijn wat zonnebrandcremes bijgekomen. Inmiddels is het heel warm geworden. En masker dat ik nu gebruik. Dan Gregor's plankje. Iets rommeliger, maar ja, het is gewoon een apart geval dit. Dan hebben we deze van de body lotions. En dan hebben we deze, die echt voor mijn gevoel super, super goed is opgeruimd. En deze die we net hebben gedaan. En dat is de hele beautykast, die eigenlijk toch wel wat netter is geworden, op orde is gebracht. En ja, toch wel wat charmanter uitziet op deze manier. Zeker bijvoorbeeld de bovenkant. En ja, als je er snel overheen kijkt, weet je ongeveer waar alles staat en waar alles ligt. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik wil best mijn make-up en dat soort dingen ook gaan doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden als ik daar ook binnenkort een video over maak. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!